Op zaterdag 5 augustus werd op het evenemententerrein Groeneveldse Laan in Veenendaal een vlooienmarkt gehouden. Bezoekers konden voor €3 de markt bezoeken om daar tweedehands spulletjes te scoren. U was specifiek naar iets op zoek. Waar was u op zoek? Ik was op zoek naar Japanse Pokémon-kaarten. En waarom speciaal Japanse? Wat is daar het verschil mee met de gewone Pokémon-kaarten? Niet veel, maar mijn vrouw spaart de Engelse. En om niet in mekaars vaarwater te komen, denk ik de Japanse gaan sparen. En zat er wat tussen? Er zat wel wat tussen, maar de prijs was wat stevig. Dus ik heb ze even laten liggen nog. Maar wat breng je hier? Wij houden wel van rommelmarkten, dus daarom zijn we hierheen gekomen. En ben je nog niet naar iets specifieks op zoek? Nee, ik hou gewoon van troep. Ja, en mijn vader die spaart matchboxjes, dat zijn kleine autootjes. Dus daar zijn we altijd wel naar op zoek. Maar we hebben al gebeld omdat hij zelf moet komen, want er zijn veel te veel matchboxjes. Dus we weten niet welke die wel en welke die niet wil. En neem je zelf nog veel mee naar huis op zo'n dag? Ik heb nu nog niks, maar normaal, ik ben eigenlijk wel van de troepjes. Dus waarschijnlijk heb ik straks wel wat gekocht, ja. Maar ik ben nog niet klaar. Dus, Wat verkoopt u precies? Wij verkopen 3D geprinte spulletjes. Eigenlijk alles zelf gemaakt met een 3D printer. Ja, is dat veel werk? Je hangt er eigenlijk vanaf. Kijk, je hebt natuurlijk hele kleine dingetjes. Een schedeltje, ja, daar doe je een dag over. Een sleutelhangertje, ja, misschien een uurtje. Dus ja, het hangt er vanaf. Is het iets waar jij ook mee de kost verdient? Nee, dat niet. Het is echt een hobby. Maar het is wel een hobby waarvan ik hopelijk misschien eens een keer kan zeggen dat het wel mijn beroep gaat worden. Dus ja, wie weet. Sta je veel op dit soort markten? Nee, dit is de eerste. Dus het is echt een begin. Ja. Het is een soort vuurdoop. Trial and error. Ja, exact. Exact dat. Ja. En lukt het al een beetje de verkoop? Ja, op zich wel. Er zijn zeker geïnteresseerden. Absoluut. Ja. Als je de sfeer van deze markt zou moeten omschrijven, hoe schrijf je die dan? Ja, eigenlijk komen heel veel mensen uit de regio op af. Heel veel mensen met de fiets. En heel gezellig. Het is niet zo vreselijk groot. We hebben ook hele grote markten. Deze wat minder groot, maar die is ontzettend leuk. Ja, want enthousiaste mensen ook. Ja, want jullie zijn geen Veenendaalse organisatie, toch? Nee, we komen uit Meidrecht. Ja, en jullie organiseren markten? Wij organiseren elke week een aantal markten. Don Events is het. En we zitten eigenlijk over heel Midden-Nederland. Van Den Haag tot Enschede, Almelo, Driehoek. En in het midden van Nederland, zeg maar, hebben we kleine en grote markten. Op vliegbasissen, op een startbaan, in sporthallen. Ja. Komen jullie vaak in Veenendaal? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk maar één keer per jaar. Ja. Is het een leuke gemeente om hier te komen? Ja, prima. We hebben eigenlijk nooit last. Het is heel gemoedelijk allemaal. Ook de vereniging die is hier werkt enorm mee. Het is natuurlijk prachtig terrein met dat asfalt. En ja, dit is echt een hele leuke locatie. En de gemeente die is ook super wat dat betreft voor ons.